Goedendag, vandaag gaan we dit hier bezien. Konki Lightweight System Monitor, een interessant programmaatje om inderdaad lightweight en gratis nog altijd een monitor te hebben om zulke informatie zoals hier de staat, informatie over met welke versie van Linux ben je aan het werken, hoeveel gebruik van CPU, hoeveel download, hoeveel RAM, hoeveel swap enzovoort, de temperaturen, grafische kaart aan het overhitten als je zit te spelen enzovoort. Dus al die informatie die gaan we beschikbaar stellen op ons, bureaublad, dat komt hier bij op te staan. Hoe gaan we ervoor zorgen? Op de website zie je een heleboel uitleg. We zijn momenteel bezig met het schrijven van het artikeltje, Konki. Dus die informatie die gaat hier allemaal opkomen in vorm van een film. In de eerste instantie is het makkelijk om dit kleine programmaatje, dit kleine bestandje te downloaden van de website. Ik heb daar wat commentaar bij gezet in verband met het installeren van Konki. Gebruik liefst van die patch files of programma's bestanden om eigenlijk automatisch die installatie te doen. Hier ga je dus een aantal zaken zeggen. Dit is iemand die, ja, is eigenlijk de programmeur die een bestand ter beschikking stelt. En welk bestand specifiek? Het bestand om dit hieronder, deze CM Konki Manager versie 2.3, dan kan je dat dus snel op of afzetten. Dus je ziet hier een klok verschijnen en deze zaken die gaan kan je dan opzetten en afzetten, zie je. Dus die informatie komt dan beschikbaar op het desktopje. Oké, dus dat programmaatje van wordt gedownload via die repository, die wordt erbij toegevoegd, add, en dan worden er allerlei programma's zoals QRL, ik laat u dat lezen, temperatuur, de sensoren enzovoort. Al die informatie wordt hier in deze lijnen geïnstalleerd. Sudo apt-get install, dus dit werkt op alle Debian-based machines die je dan misschien nog later zou willen wensen. Ik zet deze even af, kwestie van te testen. Ik dacht dat ik inderdaad voor HD-temp een extra rechten moest geven. Afzetten is gewoon dit spoorwegteken wegdoen en dan runt dat wel. Nu, wat is de bedoeling? Of als je zegt van hey, ik wil zo'n batchje niet runnen, ik wil eerst zien wat dat doet, dan doe je Ctrl-Alt-T, dan eindig je in de terminal. Dan kan je zeggen, ik zal eens bewijzen van leerschool, zeg maar. Ga je lijn per lijn, dus allegene halen waar geen echo voor staat en geen spoorwegteken, dat is uitleg. Dit zijn de echte codes die worden toegepast. Dan ga je naar de terminal, rechtermuisklik, paste, en dan komt die code erin. Ik kan enteren. Uiteraard gaat hij dan zeggen, tap password in dat je gemaakt hebt bij de installatie. You're about to add, maar dat was al gebeurd, dus unchanged 1. Dus ik had het al toegevoegd, hè, want anders kan ik hier geen CM hebben. Goed, dus die informatie zou je dus één per één kunnen gaan lijn per lijn gaan invoegen, zodat jij dus op die manier de zaken kan opvolgen. Wat gebeurt er nu precies? Vandaar dat ik dat ook eens wou runnen zonder deze schmot, dus change modus, of eens even vlug kijken hoe dat juist noemt. Man, shmot, waar komt dat vandaan? Change file mode bits. Dus oké, de mode, change mode. File mode bits, pardon. Oké, dus onderaan staat er een Q voor quit en we zijn er terug uit. Dus de manual van een of ander van commando kan je altijd raadplegen met man schmot en meestal ook schmot streep streep help. Misschien de deze ook. Voilà, krijg je dat ook. Zie je, dus al die extra options, mode, octale mode, dan moet je dan maar verder googlen om meer informatie te krijgen voor de users, de group en de others. En de al, de Hugo, denk aan de naam Hugo, UGO en iedereen, al. Goed, dat terzijde, dus als je dat nu downloadt van de website, je wilt het makkelijk, dan gaat dat dan dus, moet je even rechtermuisklik zeggen, properties, want je moet dat nog permissions om te executeren, to execute, allow executing file as program, als dat vinkje aan is, in andere woorden, als er een X is in
de rechten van dat bestandje. Dan ga je dubbelklikken en dan kan je displayen. Dat zijn we hier aan het doen. Ofwel gaan we runnen in terminal en dan gaat dat effectief gestart worden. Een kwestie van nog Erik te typen. Dat is mijn paswoord. Maak het me niet moeilijk. Het is een persoonlijke PC die het huis niet verlaat. En nu gaat u dus al die stappen. Nu is u momenteel bezig met dit hier, sudo apt-get update. En hij gaat overal door. Uiteraard is alles al geïnstalleerd en hij zit nu hier. Zie je? Hij wacht 5 seconden en dan is hij dicht. Dus dat is de manier om te installeren. Wat is er nu gebeurd? Als je dit bestandje runt, dan heb je in de menu, daar heb je Comkey, dan heb je dit programmaatje erbij. Rechter muisklik, add to panel of add to desktop of add to favorites. Panel is hier beneden, desktop is hierboven en add to favorites is hier links. Of zelfs uninstall. Heel handige functie vind ik in Linux Mint. Dus vanaf nu is het alleen nog maar verder bekijken wat kan dat allemaal, welke gegevens kan ik allemaal zien en wat hebben andere mensen allemaal gemaakt. Maar dat zullen we misschien in een andere film coveren.